in de categorie Sportvrijwilliger van het jaar 2018. Zij zwoegt, zodat de ander kan galopperen. Mieke van der Schoot. Neuzen richten en een goede sfeer bewaren. André Oudevrielink. Hij begeleidt blinden bij bewegen om gezien te worden. Jean-Paul van der Rijt. In weer en wind. Meelopen en sjouwen met paarden en hun ruiters. Niet zomaar ruiters, maar ruiters met een beperking. Voor wie paardrijles een waardevolle verrijking is. Mieke, geboren in 1947, helpt al 20 jaar op de manege. Niet alleen maakt ze de ruiters blij, maar ze heeft ook een speciale band met ze opgebouwd. Ze staat altijd voor ze klaar, met een oneindige energie en zet zichzelf op het tweede plan. Bovendien doet ze de was, de boodschappen en tal van andere klussen op de manege. Stichting Handicap vreest het moment dat deze 71-jarige met pensioen gaat. Na 17 jaar plannen maken werd Sportpark Rouwbraken heropend en kreeg korfbalvereniging OJC 98 haar nieuwe kunstgrasvelden. Met grote dank aan alles wat de voorzitter van OJC 98, André Oudevrielink, bouwjaar 1941, hieraan heeft bijgedragen. André is een bestuurder puur sang. Hij beseft als geen ander het belang van goede samenwerking. En hij heeft oog voor details, zoals de afwerking van het parkeerterrein en de ontsluiting van het sportpark. Zijn ambitie is de bestuurskracht van de vereniging te vergroten en daarmee korfbal als teamsport te promoten. Jean-Paul begeleidt mij bij fitness en hardlopen. Zonder hem zou dat onmogelijk zijn. Ik ben blind. Samen doen we bovendien mee aan Warande by Night. Als je Jean-Paul vraagt op welke sportprestatie hij het meest trots is, noemt hij de prestaties van de mensen die hij begeleidt. Bescheiden voegt hij eraan toe ook trots te zijn op het behalen van zijn diploma LSR3, zelfstandig recreatiesportleider. Wekelijks begeleidt Jean-Paul visueel gehandicapten tijdens gym bij Bewegen om gezien te worden, een project van onder andere de gemeente Tilburg. Jean-Paul helpt deskundig en staat altijd met een brede glimlach klaar voor de ander. Een glimlach die ook voelbaar is voor wie niet kan zien.